Bewoners uit Bijum zijn niet veel wijzer geworden over de plannen voor het natuurgebied tussen Zuidwolde en Groningen. De gemeente Groningen, Bedum en de provincie willen dit groengebied ontwikkelen en maken daarvoor plannen. Gisteravond organiseerden zij in Bedum een informatiebijeenkomst voor de betrokken partijen. Het groengebied grenst aan de wijk Bijhem en veel wijkbewoners willen weten wat er in hun achtertuin gaat gebeuren. We hadden verwacht dat we iets meer concrete plannen te horen zouden hebben gehad en dat er ook iets meer informatie was gekomen. Er is wel iets uitgekomen, maar naar ons idee nog helemaal geen duidelijkheid. De bijeenkomst was dan ook vooral bedoeld om zicht te krijgen op de wensen van de gebruikers van het gebied. Dat zijn de inwoners van Noorddijk, Zuidwolde en bewoners van Leeuwenborg en Bijen. Dit is een prachtig rustig gebied, u hoort de vogeltjes en wij willen liever vogeltjes horen dan motorgeronk. Nou, daar is geen keiharde toezegging over gedaan, dus we zijn niet helemaal gerust erop dat die plannen van tafel zijn. Er liggen verschillende plannen op tafel, waaronder de aanleg van een golfbaan en een autoweg. Maar wat er precies gaat veranderen, staat volgens de initiatiefnemers nog niet vast. Het liefst zouden de, de bewoners, en daarin zijn wij het volledig eens met de boeren die hier uh, werken, gewoon de zaak laten zoals het is. Goed onderhouden en verder geen flauwekul. De initiatiefnemers vinden echter dat het gebied wel degelijk toe is aan een opknapbeurt. Plannen hiervoor liggen er al jaren. Maar bewoners van Leeuwenborg en Beijem werden gisteravond voor het eerst uitgenodigd om mee te praten. Gelukkig, en dat was dan het pluspunt van gisteravond, wordt er nu tenminste naar ons geluisterd. Wat ermee wordt gedaan? Ja, denkt u dat u serieus wordt genomen? Ze zullen wel moeten, want een heleboel mensen zijn heel bezorgd en ook redelijk boos geworden. En reken maar dat als inderdaad dingen gaan gebeuren, stel het idioot idee van een, een, een autoweg vlak achter de huizen hier. Dan krijgen ze trammeland en dat wil niemand. De betrokken overheden willen deze zomer een aantal varianten voor de mogelijke inrichting van het gebied uitgewerkt hebben.